Ja, goed, jullie kijken dus gelukkig een video van FIFA in de rewards. Ja, ik ga de rewards verkleinen, maar ik heb eerst wat dingetjes om te zeggen. Terwijl, dat gaat sowieso over die woensdag video. Ik had al een beetje verteld op mijn story, mijn Insta story. Volg zeker even mijn Instagram trouwens in de beschrijving. Als je dat nog niet hebt gedaan. Daar krijg je, daar komen dan voornamelijk updates, ja, over de video's, als er bijvoorbeeld zoiets is. Maar wat was er dus, ook waarom was er ineens een watermerk in beeld? Nou, voor degene wat, ja, nu weet u wel welke dingen ik gebruik. Dat heet Filmora. Misschien kennen jullie het van reclames. Het is wel bij reclames geweest. Maar, wat was er mee? Ik had het gekregen van, dat is die Dylan, oftewel Aka de Dutch Pino. Die zei, die hebben jullie misschien wel vaak gezien tijdens de Fortnite video's. Van hem had ik een account gekregen. Hij had dat eerder, alleen hij doet nu niks meer met YouTube. En wat is zojuist dat ik ineens dat in beeld heb, die watermerk. Nou, heel simpel. Ik was random uitgelogd. Ik wist de aanmeldgegevens niet meer. Ik vroeg aan hem, weet je nog die aanmeldgegevens? Nee. Ik probeer terug te kijken, misschien stond het nog in de app. Nee. Dus, dit is echt KD wil ik echt zeggen, alleen dat mag niet. Van, ja, daar heb ik misschien problemen een beetje met YouTube. Dus ja, dat is wel erg vervelend, zo moet ik even zeggen. Dus, en ja, ik ga het dan misschien toch zelf kopen, misschien. Want ja, wat? Iedereen weet wel die video's, edit en upload. Ja, de beste editprogramma's zijn toch wel dat je moet betalen. Want bij de meeste, als je niet betaalt, heb je een watermerk in beeld. Wat was mijn idee om eigenlijk te doen? Ik wil dan even tijdelijk zijn, ga ik even Power Director even editen. Met die waar ik eerder had mee deed, daarvoor. Daar heb je dat dan in het hoekje eigenlijk staan. En stel, dit is een video zo groot, dan heb je hem hier staan. Maar toen hoorde ik van Heysap, terwijl MagaNL. Hebben jullie misschien ook wel eens gezien in de volgende video's. Hij had nog een gratis programma. Dat heet DaVinci. Ja. Hij heeft laten zien hoe het eruit zou. Zo ik wist welke ik moest hebben. Want je hebt soms ook fake. Let er trouwens van mee op, jongen. Dat is één ding. Je hebt wel fake namen. Maar deze is ook goed. En die is gratis, zei hij. Want hij gebruikt die. Dus dat is één ding. Dus die ga ik dus nu gebruiken. In ieder geval, ik ben er nu aan het downloaden. Ik moet even een beetje kijken als het gaat. Als hij op mijn laptop kan, dus ga ik daarvoor doen. En anders, misschien zien jullie deze video wel van mijn Power Director. Dus een watermerk hieronder in beeld. Maar misschien de volgende dan met die andere, met die DaVinci. Maar ja, ik moet dat gewoon heel even kijken. Ja, tijdelijk even niet met Filmora, omdat ik moet dat sowieso gaan betalen en even kijken welke het beste is. Je hebt drie verschillende, maar nu gaan we gewoon naar de rewards video. Dus ik ga er nog even klimmen. Waar kan ik normaal? Ik had deze. Die kun je verkopen. Die had ik. Dus die moet ik gewoon ook even doen. Want die kan ik gewoon verkopen. Als ik hem niet hoef. Oké, wat zullen we hier aan krijgen? Ik denk niks. Kijk, voor mij heb je toch die wat je kunt verkopen. Ik ga ze gewoon verkopen. Kijk, hier kan.
na de volgende. Ik hoop dat het steeds beter wordt. Ik moet dat taak helemaal gaan kijken. Trouwens. Dat was even één ding. Weer niks. Hoe gaan we? Duitsland. Sentiment. Hey, ik hoop even dat we nu iets beters hebben. Oké, een team of the week. Dat is voor mij. Zomaar echt uit. Gewoon alleen als geen wonder. Nou, het ging. Niet minimaal 80. Dat zou ik wel even willen. Jammer genoeg. Dus ik denk. Ja, dat ik gewoon hier de video ga afsluiten. Ik ga trouwens ook één ding zeggen en dat is. We gaan gewoon heel even over de streams. Dat ga ik ook gewoon proberen te fixen. Wel, ik kan wel. Want daarom wil ik eigenlijk zo min mogelijk even live gaan. Tot ik weer met die adapter, met die wifi adapter, heb gefixt. Want die doet heel vreemd. Die zit heel van rood naar wit. Voor degene wat dat weten, die weet misschien wel de wifi adapter is. Daar heb je eigenlijk, dat is eigenlijk meer van een kabel. En je hebt geen ingang voor een kabel in je muur. Dan doe je die onder heb je erin, bij je router. Je hebt, daar ergens in de buurt zit die door de stroom. En dan zo gaat het dus echt dus op een of andere gekke manier naar boven via de stroom. En dan zo geeft die eigenlijk dat je genoeg internet hebt boven. En dat is puur als je gewoon geen ingang in je muur hebt of zo wat. Dus daarom heb je van die wifi adapters. Anders moet je maar eens opzoeken. Dan kun je misschien precies zien. Maar ja, en die is wel eens rood. En als die rood is, ja dan. En dan is het eigenlijk de kabel is niet meer geconnect. Dan heeft het te weinig ja, power eigenlijk. Zoiets moet ik denk even. Voor de meeste kan ik een beetje uitleggen hoe het een beetje zit. Ja, dan begint de stream te draaien. Ja, en dat is niet fijn voor jullie. Dus daarom zei ik af en toe op mijn Insta. Ik weet niet als ik live ben, maar ik moet even kijken als het gaat. Dus daarom volg op mijn Insta als je ook op mijn streams wilt checken. Daar zei ik ook als ik live ben en ook als ik niet live ben. Dus dat is ook even één ding wat ik gezegd wilde hebben. En ik ga nu de video afsluiten. Ik hoop jullie genoten hebben van de video. Dus doe zeker even een blauw duimpje voor zich te abonneren op het kanaal hier beneden. Voor die 200 subs. Doe dat zeker even. Want ja, we zijn echt gewoon in de buurt van ons. Dus. En vergeet dan ook niet op dat belletje naast die abonneerknop te klikken, zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd, adios.